Presentator bij MenTV, Radio 2 en zanger. Uw carrière zit blijkbaar in de lift. Ik overval mij daarmee zo. Het gaat inderdaad vooruit, maar ik sta daar niet zo bij stil. Maar ik heb nu juist opgetreden in een artiest. En het opvallende is, vroeger zong men alleen mee met Yo Te Amo. En nu stond ik zelf bijna te schrikken dat ze heel die cd kennen, bijzonder. Dus ik voel dat ze, ja, dat het publiek... Dat echt wou van mij, die cd, bijzonder, liedjes van BZN, die muziek, blijkbaar past dat het best bij mij. Ik voelde mij ook heel goed bij. Dus na jaren proberen, heb ik toch eigenlijk een beetje voet aan wal gekregen en dat doet mij weer plezier natuurlijk. En wat mogen we verwachten van Herbert dit jaar? In maart breng ik een nieuwe single uit, totaal nieuw, en in juni een nieuw album. Dus een jaar na bijzonder komt er al een opvolger. En we gaan heel veel werken, we zitten nu aan 140 optredens denk ik voor dit jaar. En wat ook heel leuk is, vroeger zaten we vooral in West-Vlaanderen, maar nu zit we echt overal en dat is zalig. Hè. En kunt u iets voor uw fans zeggen van de nieuwe cd die gaat komen? Wij gaan in dezelfde stijl verder werken, wat niet wil zeggen dat het een BZN-cd wordt met 12 nummers van BZN, maar wel in dezelfde stijl. Volendamse stijl dan? Bijvoorbeeld, en ook vooral, want dat vinden mensen ook echt belangrijk, doorleefde teksten, dingen die mensen herkennen. Dat vind ik ook heel belangrijk in de liedjes. Wat vond u van de show? Heel goed. Komt u voor een bepaalde artiest? Voor Herbert Vragen. Waarom, als ik vraag? Waarom? Omdat hij een super cd en hele schone liedjes. De cd van BZN, dacht ik. Ja. Is het de eerste keer dat u hier komt? Tweede keer. En het bevalt? Ja. Je zult het nog overdoen de volgende keer. Zeker. Dank. We gaan hier zeker iedere maand komen nu. De show was heel goed. Al de zangers waren even goed. Is het de eerste keer dat u hier komt? Ik heb hier al veel geweest en de ambiance is altijd goed. En heeft u een bepaalde voorkeur voor bepaalde artiesten? Ja, Davy Hulis, Herbert Vragen, Chris Clark. Hij is er ook al veel geweest. Het Vlaamse lied, het Vlaamse levenslied. Altijd Vlaams. Davy Hulis, goedenavond. Goedenavond. Vlaams topacteur, musicalster. Een derde van de Romeo's. En nu hier vanavond in de VBRO-show in De Artiest. Ja, absoluut. Het is altijd fijn om hier in een artiest op te treden. Ik kom hier nu toch al een jaar of vier. En ik herinner me nog heel goed toen ik terug alleen begon op te treden, dat ik hier bij Erik kwam solliciteren om, is het geen idee om hier in de namiddag mijn solo-optredens te kunnen doen. En hij heeft me toen de kans gegeven, ik ben dat nooit vergeten. En het is sindsdien alleen maar allemaal een beetje... gegroeid en met als gevolg dat ik met nog heel veel plezier en liefde naar hier kom om hier op te treden. Is het makkelijk te combineren met uw ander werk? Nee, het is helemaal niet te combineren. het is ontzettend druk, maar het is wel zo dat Erik altijd heel veel rekening heeft gehouden met mijn agenda. Ik heb altijd op voorhand tegen hem gezegd, kijk, als er iets met de Romeo's op de agenda staat, dan moet ik kunnen switchen, want anders is het echt niet mogelijk. En de maand januari is voor de Romeo's eigenlijk de enigste kalme maand van het jaar, zodanig dat ik vandaag hier toch kon optreden. En wat mogen we dit jaar verwachten van u? Goh, heel veel. Hè? Dus, we hebben onze nieuwe single met de Romeo's. Die staat op dit moment nummer 1 in de Vlaamse top 10. Dus dat is super. Dat liedje heb ik ook zelf geschreven. En met mijn vrouw Sasha komt er ook een nieuw album, Sasha en Davy dan. Dat is voor eind april. Daarvoor zit ik nu volop in de studio met Jan Smit. Eigenlijk een hele goede vriend geworden, doordat we vorig jaar met de Romeo's een duet met hem hadden.
Dus hij produceert en hij schrijft de nummers samen met mij voor het project met mijn vrouw. En dat is super. Dat is voor eind april. Er komt een hele live tour aan met Willy Sommers. De Romeo's en Willy Sommers. Dat is vanaf 14 februari. Ja, en voor de rest gaan we proberen toch een stukje van Nederland mee te pikken met de Romeo's. We gaan daar eens een single uitbrengen en zien wat het geeft. Kortom, je bent een bezige bij. Hebt u nog een boodschap voor uw fans? Ja, ik heb zeker een boodschap voor mijn fans. Ze moeten blijven komen. Ik denk dat een artiest zonder fans niets betekent. Ik heb het geluk dat er altijd een heleboel mij volgen naar elk optreden. En ik zie die mensen dan ook heel graag. Dus ik zou zeggen, blijven komen. De Sintaki! Hoppa! Van de show? Spectaculair. Geweldig. Heel fantastisch. Veel ambiance en het was enorm. Het was leuk. En had u een bepaalde voorkeur voor een bepaalde artiest? Davy Hillis. En waarom? Ja. En Hannie Vie ook. Ik vond dat zij ook geweldig was. Ja. Met haar Franse liedjes vond ik tof. De enige vrouw in het mannelijk gezelschap? Ja. Ja. Zeker. Ja. U komt zeker nog terug? Ja, zeker. Ja, we zijn hier eigenlijk bijna iedere week bij de VBRO. En bij Erik en Natus is altijd heel tof. Dat is heel leuk. Uw reactie op de show? Heel mooi, zoals gewoonlijk. Zijn we dat gewend, dat iedere keer in orde is. Dus het is niet de eerste keer dat u hier... Nee. Het is al enkele keren dat we hier aanwezig geweest zijn. En heb je voorkeur voor bepaalde artiesten? Toch wel een lichte voorkeur. Onder andere Davy Hillis en Herbert Verhaag is ook een hele sympathieke man. Waarom? Gewoon de sympathie alleen al doet dat heel veel voor een artiest. Dus. Vlaamse muziek, slagermuziek? Ja, absoluut. 100%. Ik voel me dat stiefgoed van de show. Echt stiefgoed, als zo, met dat in die draai naar kijken. Ik vond de machtigste show dat heel de... Nog nooit ervaren aan me geweest bent. Nog nooit. Ja. Van de schoonste show, kijk. En komt u hier dikwijls? Kom ik hier twee keer, zondag met mijn PPRO show, kom ik hier altijd. En heeft u bepaalde voorkeur voor artiest? Artiest is van Kurt Klabé. Ik vond een sympathie in Kurt Klabé. En we hadden een droom gekregen, maar Kurt Klabé kan schoon zien. Kijk, sorry, dat moet zijn, maar dat is zo. De show vanavond was zoals altijd dik in orde. U komt hier regelmatig? Ik kom hier wekelijks 2-3 maal. Naar de show kijken? Naar de VBRO-show, naar de namiddagshows. En hebt u bepaalde voorkeur van artiest? Herbert Verhagen, David van Dijk en Steve Dillens. En wat spreekt er u zo aan in die mannen? De genremuziek dat ze brengen, het levenslied, het slagerlied. Nederlandstalige muziek, inderdaad. Oh, dat was fantastisch, echt de waarheid. Ik zou elke dag terugkeren, moest ik kunnen. Je kunt maandelijks terug? Ja, bijna 14 dagen, denk ik, is terug. Ja, maar dat komen we zeker terug, hoor. Zijn er bepaalde artiesten die je prefereert? O, jij... Als het maar Nederlandstalig is. Voor mij is het een beetje gelijk, hoor. Als ik maar kan meezingen en meehuppelen en zo, dat vind ik fantastisch. Prachtig. Hier is het altijd plezant. Het is niet de eerste keer dat je komt. Nee, wij komen regelmatig. En hier is het altijd leuk en een plezier. En ambiance niet te kort.
Fantastisch. Zoals iedere keer trouwens. Dus het is niet de eerste keer dat u hier komt? Nee. Ik ken de artiesten een jaar, denk ik nu. En ik kom iedere keer als ik kan naar de VBRO. Ja? Maar mijn man werkt in ploeg. En als hij de vroeg niet dan kan komen. En als hij de laat heeft, niet. Ik vond het zeer mooi. Zeer aangenaam. En kwam je voor een bepaalde artiest? Ja, ik kom eigenlijk voor Steven. Stevaart. Ja. En was het de eerste keer dat u hier kwam vandaag? Nee, ik heb hier al verleden jaar een paar keer geweest. En u vindt het tof? Ik vind het echt tof. Het is hier veel ambiance. Echt goed. Heel gezellig, altijd ambiance hier. Het is hier altijd heel druk, heel leuk. Ik ken haar meneer. En ben je voor een bepaald iemand gekomen, een speciaal iemand? Oh, nee, niet speciaal. Ik ben eigenlijk voor ieder artiest en ieder zangeres. Ik vind iedereen geweldig. Het was prachtig. We hebben ons goed amuseerd, mooie muziek. Het was leuk. Fantastisch, hè? Zoals gewoonlijk. Wij zijn VBRO zeer wel gewoon, dus ja, fantastisch. Een stralende Erik, initiatiefnemer van de artiest van het VBRO-gebeuren. Wat bezielt er jou? Wat lief? Wat bezielt er jou om dit te organiseren? Ja, ik ben gebeten van de muziek. Heel mijn leven muziek gespeeld. Zelf altijd een eigen band had. Ja. Het zit in het bloed, de muziek. Welk muziekinstrument bespeelt u? Ik speel alle drie instrumenten. De sax, tenor, alto, bariton, klarinet. Ja. Vroeger beroepsmuzikant geweest. Ook leider van het orkest van Jimmy Vrij geweest. En al. Ook voor de VBRU studiowerk gedaan. Ja, hans leven in de muziek gezeten. Hè. En hoe lang zal het initiatief nog plaatsvinden? Ik zit nu momenteel in de muziekwereld toch al van mijn 14 jaar. En hier zit ik ook al in de artiest 27 jaar. Dus dat is al een hele termijn. En ik denk nog niet aan stoppen. En wat mogen we nog dit jaar specifiek verwachten hier in de artiest? Ja, wij gaan nu dus deze maanden nog een prachtige showstrand creëren. In samenwerking met de VBRO. En het is niet gemakkelijk natuurlijk. We zitten een beetje in de crisisperiode. Maar in de artiest denken wij daar niet aan. Wij hopen dat we nog veel jaren kunnen doorgaan. En ook met al een beetje de Vlaamse artiesten. Die betaalbaar blijven voor ons. En hopelijk kunnen we dat nog een paar jaartjes doen. De zaal zat toch nog vol? Ja, de zaal zat bomvol. Ik vind dat fantastisch. We hebben nu een beetje vast publiek gekregen. We zijn nu het tweede jaar bezig, of het derde jaar denk ik, met samenwerking van de VBRO. En ik vind dat heel fantastisch goed. Een formidabel publiek. Mensen die houden van Vlaamse muziek.